Yo, dames en heren. Ik ben Adrian van Mayleaf en deze week in What the Track ga ik jullie iets meer vertellen over Burn. Textueel gaat deze track eigenlijk best wel over een burn-out. Dat zie je ook vooral in de verses terug. Dus dat is best wel letterlijk in a sense. Dus ik bind er geen doekjes of zo omheen. En dat daar tegenover wordt dan een soort van, oké, in plaats van dat ik, zeg maar, outburn, kan ik ook gewoon de boel afbranden. En wie weet is dat ook een oplossing. Dus het is eigenlijk een beetje de juxtaposition daarvan. Textueel. Muzikaal is dit zeker een knijterharde riff van Mr. Fuzz, Michiel van Eersel. Waar we gewoon de rest van de track eigenlijk omheen gebouwd hebben. Dus zeker de centrale riff, het is de hele track omheen gebouwd. En komt daar vandaan. Is gewoon riffjes schuiven in de oefenruimte knallen. Easy peasy. I guess. Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar we hebben eigenlijk een hele lijst tracks klaarstaan, omdat we gewoon in één klap bijna een album hebben getaped en afgemaakt. En die zijn we nu gewoon in delen aan het releasen. En ik weet eigenlijk niet eens of het echt een album gaat worden, of dat er gewoon is, deze zijn het vetst geworden, dus daar gaan we mee knallen. Maar daarin was het creatieve proces wel echt van, we willen de start en de basis moet zijn dat het knalt als een liar live, weet je wel. Dus natuurlijk schrijf je los van elkaar allemaal shit. Maar voordat je het allemaal op je computer helemaal gaat uitpuzzelen, en daar hou ik wel van, laat ik eerlijk zijn. Voordat je dat gaat doen, is het wel belangrijk dat je met z'n allen in de oefenruimte staat en gewoon even een paar versterkers veel te hard aanzet. En dan vispedaaltje zoals dit, gewoon helemaal naar de tering draait. En kijken of je muren omblazen of niet. Weet je wel, werkt het of niet? En dat onderdeel is voor mij zeg maar wel een belangrijk onderdeel van het creatieve proces. Van het is super melodieus, maar ook de riffs die moeten blijven staan live, weet je wel. Daar draait het om. Dus dat is het proces op dit moment en ik verwacht dat daar eigenlijk niet gaat veranderen over de komende dingen. Ja, wat niet? Wie wordt er niet blij van een nieuw seizoen Fresh Prince of Bel-Air, weet je wel? Wie wordt er niet blij als Cartoon Network terug is en allemaal in het Engels? Wie wordt er niet blij als, Ernst, Bobby en de rest gewoon onsterfelijk zijn gebleken en nog steeds vette dingen kunnen doen? Eerlijk, iedereen wordt blijer van de 90s, dus daarom proberen we daar een klein stukje van terug te brengen. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet eens goed. Ik weet niet in hoeverre wij dat zelf in de hand hebben. Ik denk van wel. Ik denk dat we het zelf in de hand hebben. What's next? Wat ik zei, we hebben best wel veel tracks al getaped. Die gaan waarschijnlijk gewoon over tijd uitkomen. Dus op die manier proberen we relevant te blijven zonder dat we echt live shows kunnen doen, right? En in the meantime, weet je, we kunnen nog steeds de oefenruimte in. We zijn veel aan het schrijven, dus ik verwacht dat die schakeling van gewoon rustig tracks uitbrengen en gewoon proberen te aimen op gewoon alleen maar coole dingen te maken en dat naar de mensen toe te brengen en dan maar hopen dat ze het vet vinden en dat als er ooit weer shows komen, dat de mensen komen opdagen. Ik denk dat het doel is. Het leuke daarvan is dat het proces daar naartoe, dingen schrijven, in de oefenruimte knallen, studio, al die dingen, dat zijn allemaal processen waar we eigenlijk heel erg om kunnen lachen, die eigenlijk best wel vloeiend gaan. Dus ik denk dat wij het prima gaan overleven en hopelijk, als het ooit weer bijtrekt, kunnen we muren omblazen bij jullie in de buurt. Dit was de What The Track over Burn van Mayleaf en ik hoop dat je het vet vond en zo niet, dan is de volgende week weer een andere. Fuck yeah, see ya.